begrip vragen, nee. Dat gaat er bij mij niet in. Nou ja, niet verrassend, maar wel heftig natuurlijk. De grote fouten die aan het begin van de crisis zijn gemaakt. En met name als het gaat om het beschermen van de meest kwetsbare mensen. Bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, maar ook in de gehandicaptenzorg. Als u terugkrijgt, zegt u dan ook, het klopt dat Nederland niet was voorbereid op die pandemie? Nou, ik denk dat dat niet een vreemde conclusie is. Hè. Dat hebben we met z'n allen al wel geconstateerd. Als je alleen al kijkt, heb ik ook in de vorige rol wel eens gezegd, alleen al kijkt dat wij heel vroeg in de crisis al grote tekorten hadden aan zaken zoals mondkapjes, beschermingsmiddelen, et cetera, dan was dat opvallend. Dat kun je niet terugdraaien en dat is blijvend. Er zijn ook 13 zorgmedewerkers tijdens de eerste golf overleden. Ja. En dat vind ik heel pijnlijk en daar moet rekenschap voor komen. En ik word er wel een beetje moe van dat ze de hele tijd zeggen, ja, maar we gaan het nu anders doen, een blik naar voren. En er moet nu wel een keer iemand stilstaan en pas op de plaats maken en rekenschap geven voor wat er is gebeurd. Nou vraagt minister De Jonge in zijn reactie op het OVV-rapport ook wel om begrip voor de context waarin binnen die keuzes werden gemaakt. Heeft hij daar een punt, vindt u? Nee, want de context was wat mij betreft heel duidelijk. Namelijk een enorme druk op de ziekenhuizen, enorme druk op de IC. Maar vanaf het begin was ook heel duidelijk dat op andere plekken in de zorg, met name ook in de verpleeghuizen, het gruwelijk misging. En dat is niet iets wat context gebonden was of zo, dat iedereen die zijn ogen en zijn oren open had, die kon dat zien. En dat had de minister destijds ook moeten zien. En zij hebben er zelf, en dat zie je nu ook, in de aanpassingen die zij bijvoorbeeld hebben laten doen in de OMT-adviezen, ze hebben erop gestuurd om niet preventief beschermingsmiddelen in te zetten, terwijl de roep om dat wel te doen, die was heel groot. Er is een crisis, er was een crisis, dat weten we allemaal. Dat hebben we allemaal aan de lijf ondervonden. Maar als hij nu om begrip vraagt, dan vind ik eigenlijk dat hij de integriteit die er had moeten zijn, hè, ook als het gaat om die grondrechtmaatregelen en het worstvoorhouden, die had er moeten zijn, die was er niet, dat hij die dan ook nog geweld aan doet. Dus ik deed dit soort dingen als begrip vragen, nee, dat gaat er bij mij niet in. Niet omdat de consequenties zo groot zijn.